Hallo, ik ben Arjan en welkom bij een eerste indruk van Tomb Raider. Deze game heb ik een maandje of, ik denk twee geleden een keer in aanbieding gekocht op Steam. En ik wilde er steeds de eerste indruk van maken, maar ik vergat het gewoon. Ik dacht er ineens net aan. Ik denk, dit is misschien wel leuk om te doen. Dus ik heb hem net gestart. En ik heb maximale instelling staan. Ik hoop dat het gaat werken, want anders dan moet ik hem even wat naar beneden afstellen. Maar we gaan wel even kijken hoe het eruit ziet. Heel veel zin in. We gaan beginnen met een nieuw game. Ik speel trouwens met de... Ik speel met de PC natuurlijk, maar ik heb de Xbox controller aangesloten, want het is wel echt zo'n game die moet je met de controller spelen, lijkt me. Goed, here we go. Nieuw game. Ja, create, new save en lekker easy. Ik ga niet heel ingewikkeld doen vandaag. A famous explorer once said that the extraordinary is in what we do, not who we are. I finally set out to make my mark. To find adventure, but instead, adventure found me. In our darkest moments. When life flashes before us, we find something. Something that keeps us going. Something that pushes us. Ik moet nu aan de beurt. Ik ben eindelijk aan de beurt. Help! De laatste keer dat ik een spel op boven zijn honderdste boven begon. Help! Dat was de Evil Within. Dat was ook een fijn begin. Oké, we gaan proberen hem los te swingen. Oké, dan. Bam, daar tegenaan. Moet hij het vuur in of zo? Oh, die vat wel heel veel af, vlam.
Ik moet ook het vuur in, denk ik. Wat moeten we zo doen? Dat vuurtje. Even dat vuurtje pakken. Dat denk ik ook, ja. Kom op. En terug. Ik kom steeds een stukje verder. Ja, wat hier gebeurt, dat. Oeh, jemig. Godverdamme. Kom op, Lara. Oh, X. Alle mensen. Jemig, moet je ook kijken, hé. Hoeveel menselijke botten hier liggen, zeg. Godverdamme. Oh god. This is not a happy place. What is this place? No, not happy. What happened to you? Jemig. Oh, a torch. Waar? Pakken we die? Die pakken we. Oké, wat gaan we ermee doen? Dat we een fik steken? Oké. Oké, we moeten eventjes de omgeving bekijken. Ah, alles wat oplicht is iets waar we wat mee kunnen. Dus, het vuurtje kan weer aan. Yes. En hier springen we bovenop. Steken we dat gewoon lekker aan, kan dat? Het brandt allemaal heel snel weg. Wow! Ah, ik wil er aan toe. Kom! Oké. Ja, hier onderlangs. Oh, jemig. Oké. Oei. Oh, dat was close. Oh shit, dat was close. Hij zegt, ik probeer alleen maar te helpen, maar het is wel een beetje gek. Jemig, hé. En nu? Gewoon door, yes. Oké, en door. Force of will, find a way out. Nou, we gaan proberen. Vuurtjes uit. Tide. Need to find a way out. Oké. Goed. Laten we even kijken. Kunnen we ergens wat mee? Maar hier waarschijnlijk niet. Dus we gaan hierin. Oké. Hopla. Waarom wil ze daar niet op hier? Dan moet ik hier doorheen. Oké, wacht maar. Waar is vuur? Oh, daar. Oké. Ik ben een beetje in de war. Ik druk steeds op X, maar dat is op A. Want de Xbox-controller is A, de plek waar de PlayStation de X zit. Dus ik gooi het een beetje door elkaar af en toe. Nou, ze wil hier dan weer niet op. Kunnen we dan met een fik steken? Laten we dat doen. Hebben we dat daar nog niet? We hebben niks aan natuurlijk. Oh, dit!
Ja, die kunnen we waarschijnlijk wel in de fik steken dan. We moeten wat langer erbij houden. Oké, okay, en hier nog. En dan? Dan hangt dat ding daar. Kijk, daar is zonlicht. Uiteindelijk ben je daar natuurlijk naartoe. Oké, okay, ei. Nog een keer. Wat doe ik hier verkeerd? Ik mis iets hier. Eens kijken. Moet ik het vasthouden? Nee, zo werkt ook niet. Verder kijken. Dat is een soort eagle view die ik heb hier. Oh, daar beneden. Wacht. Ik zie wat. Hier kunnen we nog wat mee, denk ik. En nu? We maken hem gewoon kapot, steken we in de fik. Dat steken we in de fik. Oké, okay, prima. Doen. Ja, het steekt elkaar ook aan. Het steekt elkaar wel aan. Mooi. Nu moet wat gebeuren, hoop ik. Er gebeurt niets. Als ik nou eens daarin spring. Juist, hè? Ah, kijk, en zo komt het vuur daar. Juist. Kijk, mooi. Ik moet even toegeven, ik ben hier best lang mee bezig geweest. Dat was niet slim van mij. Goed. En dan gaan we weer. Ei. Hoppakee. We gaan eruit. Oeps. Ongelooflijk, hè, wat een bende hier. Die gaat op dus. Het stort allemaal in elkaar. Oh. Oh, opletten. Jee, mugge. Super gevaarlijk hier, super gevaarlijk. Go. Hé? En nu? Hij. Oeh, dat was te laat. Volgende poging. Oké. Okay. Okay. Oh, machtig, hé. Oh. Kom op. Yes, kom op. En we klimmen door. En nu? Oei.
En ik mag weer beginnen. Jemig, dit is een ijzersterke introductie zeg, alle mensen. Maar goed, zij is gewond. Misschien moeten we daar eens wat mee gaan doen. Ik zie niks geks, dus we lopen maar gewoon door. Maar wat een geweldige, geweldige opening zeg. Poeh. Oké, we gaan op zoek naar sporen van overlevenden. Ik ben benieuwd of ik allerlei dingen kan vinden hier, maar goed, dat denk ik niet. Oké, take it slow. Laten we dat inderdaad doen. Wow. Kom op. Oké. Hé. Ondanks dat het een ramp is om hier te zijn, is het wel mooi. Hier moeten we in. Een soort vliegtuig. Huh? Oh, die gaan we gebruiken om over te steken, zeker. Ja, en dan? Oké. Okay. Kom op. Welke kant van op? Verder? Die kant op. Come on. Come on. Oh, hij vast, hij vast, hij vast. Oké, dan. Voorzichtig verder. Ik kan me niet voorstellen dat dit lekker speelt met toetsenbordmuis, maar het zal wel, misschien wel hoor. Ik zit hier heerlijk dat ik met de controller te spelen nu. Wall scramble. Oké. Okay. Spreekt allemaal wel erg voor zich hoor. Sam's pack. Ja. Nou, goed, we gaan even zoeken. Ik vind verder niks, we gaan die kant op. Oké. Here we go. Oh, X, kom. Oeh. Oh, dat was de bedoeling ook. We zijn in het bos aan de kust. We moeten ons even schuilen voor de storm. Daar is wat. En wat bungelt daar nou? Blijkbaar belangrijk. Ik weet alleen niet hoe ik daar kan komen. Het was niet gewoon de inspringen, dat lijkt me sterk. Misschien hier langs? Nee. Nou ja, dan even niet nu. We gaan even die kant op.
Is anyone listening? Please respond. Eén kans. Gelukkig. Here's the soon-to-be world-famous archaeologist, Lara Croft, in her native habitat. She's on the hunt for the lost kingdom of Yamatai, home to the fabulous Himiko, mythical sun queen, and ancestor of yours truly. Sam, this is serious. Oh, sweetie, I know. I'm just trying to lighten the mood here. Everyone's so on edge. What are you so worried about? I'm close to something. I'm sure of it. I just don't know if the others will listen. Or even if they should. Lara, you know this stuff better than anyone. Seriously, I'm not just saying this to make you feel better. I trust you, Roth trusts you. You got this. Now let's take a break, okay? Okay, okay. And Sam, thanks. She's not always this serious, you know? How can you suggest I'm not serious about this expedition, Lara? It's not just Sam's family funding us. I put my savings on the line, too. We've all got some kind of stake in this. The funding won't last forever, Whitman. That's precisely why we should push east, not west. No one believes Yamatai is that far east. The books simply don't support it. Well, whoever wrote those books never found Yamatai. I've talked to Roth about this. There's no point in following in other people's footsteps, Dr. Whitman. I refuse to bet my reputation on your hunch. I'm the lead archaeologist here. And when were you last in the field without a TV crew behind you? Got 30 years experience, 2 PhDs, 1 in East Asian history. So why don't you just stick to boats, Mr. Grimm? Ship, Dr. Whitman. It's a ship. Don't need a PhD to know Look, that. Going east will take us directly into the Dragon's Triangle. That's where we need to go. Lara, my little bird, I'd follow you almost anywhere, but that place has a bad energy. Bad storms, more like, makes the Bermuda Triangle look like Disney World. Sign me up. The stories about Queen Himiko say she could summon storms. Myths are usually based on some version of the truth. What if Yamatai was somewhere in the Triangle itself? Well, look, this is the satellite imagery from inside the Dragon's Triangle. That doesn't look good. If it's wet, I can sail on it. Oh, don't tell me you're seriously Reyes is right. We don't have the funds to piss about. It's now or never. Lara's offering fresh ideas and a plan. I'm the captain here. It's my decision. We're going into the Dragon's Triangle. Why am I even here? Nou, we weten allemaal hoe dat afgelopen is. Het is droog, zij is opgewarmd. Moeten we niks meer meenemen wat hier ligt? Nee. We moeten iets eten zoeken. Nou, laten we dat eens proberen. We zitten alweer bijna van een half uur. De tijd gaat echt snel. Time flies when you're having fun. Maar het is wel echt fantastisch. Hé. Wat een leuk avontuur dit. Kijk, als je zoals ik gigantische fan bent van Indiana Jones, dan zijn games als Tomb Raider gewoon geweldig. Oh god. What's going on here? Wait. I
can use that bow. Oké, daar hangt een lijk met een boog en daar moeten wij wat mee gaan doen. Kijk, hier hebben we pijlen, die kunnen we sowieso oppakken, denk ik. Die hebben we. En nu moeten we even kijken of we deze grote vriend kunnen loskrijgen. Hier hangt weer zo'n ding. Oké, meer pijlen. En we moeten via die... Ja, via dit dingetje, denk ik. Can't hunt with my bare hands. Nee, we gaan hier naartoe. I need to find a weapon. Ja, ja, dat doen we wel. Lara, even rustig gaan. Eén niet tegelijk. We gaan eerst deze sprong proberen te maken. Dan die. En dan zijn we daar. En dan kunnen we die gozer vast los krijgen, toch? Oh, 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 oh. I can do this. Nou, oh, dat moet ik doen. Natuurlijk moet ik dat doen. Oh. Even wachten tot hij weer hier is. En... Nou, kom op. Wat dan? Dat moet toch lukken? Juist. Gezellig. Een makeshift longbow. Nou, laten we eens even op het skeletje uitproberen wat in die boom hangt. You can have the best form and technique in the world, but it won't mean a thing if you can't focus. The key to using any weapon is focus. Oké, daar gaan we dan, hè? So hungry. I need to find something to eat. Aha. Aha. Dus wat hebben we geleerd? We krijgen daar XP van. En vlakbij dat vuurtje, daar hing er nog één. Dus wat mij betreft, we kunnen er langs. Hier is dan nog pijlen. Waar was ons vuurtje? Hier toch? Of ga je nou echt de verkeerde kant op? Oh, ik dacht ons vuurtje hier was. Ja, daar. Ja, en vlakbij ons vuurtje in de boom, daar hing ook zo'n ding. En als je gratis XP kunt krijgen, dan laat ik me dat geen twee keer zeggen. Dus wat mij betreft, even hier naartoe. Dus even kijken, hier in de boom was dat ergens. Juist daar. Hoppa. Totems destroyed. Goed, we gaan even op jacht naar eten en daarna dan zit ik wel een dikke vet punt achter. We moeten toch een keertje stoppen. Het wordt natuurlijk alleen maar vetter, dat snap ik ook wel. Maar ja, een eerste indruk, hè. Het is toch altijd maar even het eerste begin van de game. Dus de rest, dat moet later. Snel die kant op. Weer. En dan zijn we hier weer. We gaan op zoek naar hertenvlees. Wat, kunnen we hier niet naar binnen trouwens? Nee, lijkt me niet. Ik zoek ondertussen even door met mijn super spidey senses. Oké, hier naar de... Gaan we hier langs even? Waar is er hier een hertje? Om te eten. Daarboven liggen pijlen. Ook handig. O, daar. Een hertje in je hoofd. Oh, ze kan die lang volhouden. Boom, headshot. Goed. Sorry. Thank you.
Oké. Right, terug naar het kamp. Prima. We gaan terug. Die kant ook. Alright, Mom. You won't always have some fancy gadget to tell you where you are. If you can learn to read the land and the stars, you'll always be able to find your way home. Oké. Dat is een goede tip. Het probleem is, als Lara dat geleerd heeft, wil dat ook niet meteen zeggen dat ik dat ook kan. Maar ik zie al dat we dit trucje gebruiken ook om ons vuurtje terug te vinden. Gelukkig wisten we dat nog. Dus we gaan hier langs. We leggen lekker even het hert op het vuur. We hebben een base camp. Die kunnen we skills kwijt, maar die hebben we nog niet, of wel? Ah. Animal instincts kunnen we ook nog doen. Oh, wacht. Dit kan ik nu kiezen. Survivalist. Advanced salvaging. Laten we maar gewoon beginnen bij het begin. Animal instincts. En dan kunnen we dus dieren en voedsel zien opgloeien. Oké, cool. En dat was het. Hier hebben we ook nog steady shot. Oh, we kunnen onze skill points overal in kwijt. Oh, je kunt echt kiezen wat je wil worden. Een overlevende, een jager. Dat zijn dus de twee tiers waar je in kunt investeren. Oké, leuk. Leuk. We gaan terug. En we gaan. Dit is Conrad Roth, captain of the Endurance. We are shipwrecked on an island inside the Dragon's Triangle. Roth? Lara? You're alive! Easy, easy. Are you okay? What happened? I remember the beach. And then it went black and I woke up in a cave. There was this crazy man, Roth, and a dead body. Oh, God. Where are you now, Lara? Are you safe? It was so horrible. It's all my fault. This is all my fault. Lara, listen to me. I sent an SOS from the Endurance before I abandoned her. Hopefully someone caught it. I've spoken to the others. We're regrouping at my location. Please come and get me. I have to stay here. You can do this, Lara. Remember when we climbed Snowdon? You said the key was knowing that all you've got to do is just keep moving. Remember everything I've taught you, Lara. You're ready for this. And keep your radio on. Okay. Nou, het verhaal dus van Lara Croft, hoe ze hier in de jungle is beland en waar ze naartoe moet. Dat is in ieder geval het doel van de game. We moeten naar die Roth zien te komen. En nu klinkt er ergens muziek. En dat is super mysterieus en super spannend, maar ik moet er wel een dik vette punt achter zetten. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik vind het echt fantastisch hoor. Dit is echt een leuk avontuur. Ik ga hier nog wel eventjes mee verder. Ik weet niet, ga er niet uit van dat het meteen een serie wordt, want ik heb nog genoeg te doen. Maar het is wel leuk om even te onthouden. Hé, hey, de deurtje staat open. Is someone there? Dat is spooky. Nog even snel kijken. This could be a way through. Oké, nou dit doen we nog even, want dat moeten we nog even zien. We moeten nog even kijken wat hier beneden is. Maar daarna zit ik wel een dik vet punt achter. Ik hoop dat je het in ieder geval leuk vond. Als je het leuk vindt om te delen met mensen, dan vind ik dat echt tof. Je duimpje omhoog is ook altijd ontzettend welkom, natuurlijk. Oeh jongens, dit is echt spooky en spannend. Leuk, leuk. Wat zijn deze markings? Dus deel met iedereen en... dan zie ik je dolgraag de volgende keer weer terug. Terwijl Lara zich afvraagt wat ze aan het doen is. Oh god, this is insane. Dit is echt heel leuk. Dit is een mooie cliffhanger dit. Ik wil je bedanken voor het kijken. Hè. Oh, waar hebben we hier? Dit was een eerste indruk van Tomb Raider. Wat een mooie cliffhanger. Tot de volgende keer. Bye bye.